allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zaterdag vandaag en ik heb een lekker weekend. Ik heb vandaag nog helemaal niks gedaan. Lekker uitgerust eens een keertje, dat is ook wel eens lekker. Twee weekenden, jullie weten het, druk gehad. En nu is even lekker een dagje rust, de hele dag. Dus lekker een beetje zitten computeren, spelletjes gespeeld, Metro Simulator gespeeld. Is weer een soort kleine update erbij gekomen, waardoor een paar buxussers zijn weggehaald. En de tram doorgetrokken is naar Ketelplein. Dat was de T1 als ik het goed had, ja, de T1. Nou... Dus dat is wel weer leuk om te spelen. Ik heb alleen nog wel vreselijk problemen met hoe ik nou zo'n tram metro route kan bouwen. Want het is best wel ingewikkeld. Jullie weten dat je moet het allemaal met de hand invoeren. En dan moet je dus ook berekeningen mee maken. Want anders dan loopt alles helemaal verkeerd. En met de tramroute ben ik er nog niet helemaal uit hoe dat nou precies werkt. Ik had al een tramroute gemaakt, maar die tramroute die doet het op de een of andere manier niet. Ik heb een paar trams die stilstaan en er zitten dus nog een paar kleine foutjes in de activity. Dus dat is wel even een probleempje. Dan moet ik eens even kijken hoe ik dat een keertje weer eruit kan fixen. Dus dat ga ik binnenkort wel eens een keer doen. En ik wil nog eens even een nieuwe tramroute maken. Eigenlijk een tramroute net zoals de T1 en de T2 van de trammen. En dan echt een 10 minuten, een kwartiers dienstregeling. Net als dat ik vroeger altijd deed met de metro spelletjes. Dus dat wil ik nog eventjes een keertje gaan doen. Nou, de poesjes liggen hier lekker te slapen. Ik ga dadelijk even lekker op je eten. En dan vanavond denk ik dat ik lekker ga streamen. Ik heb best wel zin om weer even te gaan streamen. Wat weet ik nog niet, want ik heb eigenlijk ook wel weer een keer zin om Minecraft te spelen. Dus dat wil ik ook wel weer een keer gaan doen. Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik nog ga doen. Nou, in ieder geval, ik ga het even op je eten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en ik ben weer zo thuis. Ik heb net even lekker gegeten. Lekker broodje frikandel, broodje kroket op. En nu is het... soms zitten er wel eens op Facebook wel eens irritante figuren. Je weet, je kent ze allemaal van die groepen op Facebook. Waar echt... iedere idioot wat kan plaatsen en als je dan commentaar erop hebt, dan kunnen ze een andermans mening niet respecteren. Echt van die hele trieste lui. Maar goed, wat ik wou vertellen, ik ben lekker nu Feyenoord aan het kijken. Feyenoord speelt uit tegen Roda JC en het staat inmiddels 1-0. 1-0 staat het inmiddels. En gaat lekker zo, jongens. Gaat lekker zo. Hoop op een paar doepeltjes erbij. Dan kunnen we in ieder geval weer 3 punten erbij. Dat hebben we echt wel nodig. Want nog meer puntenverlies kunnen we echt niet permitteren. Dus ik hoop dat ze lekker gaan winnen vandaag. Nou, ik ga lekker even verder Feyenoord kijken. Dadelijk ga ik denk ik nog een livestream opnemen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Kijk, en toen stond het alweer 1-1. Ik druk net de camera uit en het staat alweer gelijk, het staat alweer 1-1. Maar als Feyenoorder mag je op die bekende groepen waar ik het net over had geen commentaar plaatsen. Dus je moet klappen, je fantaatje opdrinken en je pakje wiki. En... je moet alleen maar blij zijn met dit Feyenoord. Goed gedaan, jongens. Prima, hoor. Goed dat het 1-1 staat. Fantastisch. Heel goed gepresteerd. Dat is de Feyenoord supporter van tegenwoordig. Nou, ik ga weer even verder kijken, hoor. Als er weer een doelpunt valt, dan horen jullie het wel. Zo, het is inmiddels rust. En het staat 1-1 momenteel. Ja, het is weer heel erg slecht. Slechte wedstrijd weer van Feyenoord.
1-1 tegen Roda is echt, ja, kan gewoon niet. Het is gewoon schandalig als je 1-1 staat tegen Roda JC. Die wist dat moet je gewoon pakken. Gewoon huppakee, drop. En ja, voor de rust eigenlijk gewoon uitlopen naar een score. Flinke score en dan de wedstrijd uitspelen. Maar het is 1-1, het is niet goed. En ja, ik vraag me toch af, niet dat ik zelf Van Bronckhorst afwijs, maar hoe lang Van Bronckhorst dit nog vol kan houden. Ik had toch gelezen ook en gehoord dat er heel veel kritiek op hem is. Dus ja, het is de vraag. Ik hoop het niet, maar ja, als de prestaties uitblijven, dan is het, ja, dan is het voor een trainer wordt het dan heel erg moeilijk. Nou, ik ga zo nog even verder kijken, terwijl de katten lekker op de bank leggen. Daar zijn ze. En dan ga ik nog even lekker verder. Ja, buiten is er keiharde muziek. Ik weet niet waar het voor is. Er is natuurlijk ook vanavond Halloween. En ja, ik hoorde echt de hele tijd kaart gebonk, hoor ik. Beetje asociaal vind ik dat. Je kunt ook rekening houden met mensen die hier in de buurt wonen. Maar dat wordt tegenwoordig niet meer gedaan. Tegenwoordig is het alleen maar het eigen belang wat boven een ander gaat. Daar kan ik over mee praten, want ik weet er inmiddels alles van hierboven. Nou, ik ga even verder en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, het is inmiddels 11 uur. De wedstrijd Feyenoord, van Feyenoord uit tegen Roda JC is 1-1 gebleven. Dus weer 2 punten eraf. Of 1 punt erbij, zo kan je het ook zeggen. Maar in ieder geval bar en bar slecht. Dat je nog ineens van dit Roda kan winnen, dat is echt ronduit schandalig. En ja, daar kopen mensen een seizoenskaart voor, hè. Tjonge, jonge, jonge, wat slecht zeg. Het is echt schandalig is het. Maar ja, kritiek mag je niet hebben zoals ik al eerder zei. Je moet blij zijn en vooral flink klappen. En je mag vooral je eigen mening niet zeggen, want dat kunnen sommige mensen niet respecteren. Nou, in ieder geval heb ik na de wedstrijd ben ik gelijk doorgegaan met streamen. Heb ik een 2 uur durende stream opgenomen met Rob. Meer mensen waren er niet. Dus Rob en ik hebben 2 uurtjes gestreamd net. Het was hartstikke leuk. Het was hartstikke gezellig. Nu wil ik nog wel even een kanttekening bij plaatsen van ja, er zijn weer een heleboel mensen die weer die er weer niet waren. En ja. Ik vraag me toch af hoe dat dan moet met een 12 uur durende livestream. Als iedereen maar niet komt. En mensen niet, er niet zijn of niet willen komen of niet kunnen of ik voor wat. Hoe weer dan een 12 uur stream opnemen? Ja, ik vraag me dat echt af. Het is, ja. Je moet toch, ja, ik wil niet zeggen dat je er eigenlijk altijd moet wezen, want dat kan gewoon niet. Iedereen heeft wel eens wat te doen. Maar de laatste tijd zijn er heel weinig mensen met streamen. En ik heb gehoord dat er nog een aantal mee wouden doen met de livestream. Met de 24 uur stream die dus komt. Daar weet ik trouwens ook een datum van. Dat is 11 november. 11 november, dan gaan wij, terwijl we beginnen van 12 uur 's middags tot 12 uur 's avonds. Maar ik vraag me af. Ik vraag me af. Ik heb natuurlijk ook Pasley, ja, best wel, ja, best wel een deuk opgelopen met de mini-meeting. Dat was een zware tegenvaller. Of een zware tegenvaller, dat was gewoon bagger. Want er is niemand geweest op de mini-meeting. Schandalig. En ik vraag me dan af of dat de 12 uur stream wel een succes wordt. Ik vraag het me heel erg af. Ik denk het niet, maar dat moet de tijd maar uitwijzen. Nou, ik ga nog even verder hier. Ik ga nog heel even computeren en dan ga ik dadelijk lekker slapen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is 11 uur en ik ga naar mijn bed toe. Ik ben het zat voor vandaag.
Ik heb nog even een beetje zitten computeren en ik ga nu naar mijn bedje toe. Het is alweer mooi geweest en mijn oog is volop bijna dicht. En ik ga lekker slapen terwijl Dribbel weer lekker aan het hollen is. Die is weer lekker bezig. Peter allemaal aan het doen, Dribbel. Potsie Dikkie. Wat ben je er allemaal weer aan het doen? Oude vriend, moet je een beetje aandacht dan. Hé, oude poes. Nu alweer een beetje aandacht. En voor de rest hebben we nog Bokitootje. En we hebben Dribbel. Ja, Drippie. Hé, hey, oude poes. Hé. Hey. Nou jongens, terwijl ik lekker even nog even met... Oh, terwijl ik nog even lekker met Dribbel aan het knuffelen ben. Hé, oude vriend. Ga ik naar mijn bedje toe. Ik zou zeggen, in ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's All Tracks. De groetjes van Dribbel. Hé, Dribbel? En de groetjes natuurlijk van Bokito. Ja, Bokito. Bokito. Ja, Bokito. Nou, vriend. Zo, wat een slaap zeg. Nou, in ieder geval de groetjes, jongens. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.